Hey, hallo, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Johan en ik heb vandaag een filmtrucje voor je. Je hebt nodig een smartphone of een tablet. Ik heb hier een iPad mini. Ja? En daarmee ga ik vandaag jullie een in-camera transitie aanleren. Een leuk overgangseffectje zonder speciale effecten van de app, maar door jezelf gemaakt. Superleuk. Kijk mee. Allereerst, wat je doet. We gaan iets laten verdwijnen of laten verschijnen. Ik heb een bril en die wil ik door een klein, simpel, leuk trucje laten verdwijnen. Nou, ik film dit in één take. Kijk mee. De camera gaat aan. Ja, je kunt meekijken. De camera gaat aan. Je mag hem breed of smal houden. Ik hou persoonlijk altijd van breed filmen. Maar ja, ook dat is niet zo heel erg belangrijk. Het kan ook smal. Zorg ervoor dat je lens schoon is. Ja, lens schoon. Goed schoonmaken. Geen gekke vlekken. Ik zie mezelf. Hallo, ik zie mezelf. Ja, dat zien jullie ook. Nu, ik ga filmen. Ik ga mezelf voorstellen. Dus je doet een praatje. Dan ga ik de camera achter naar voren schudden. Ja? Normaal moet je nooit schudden. Nu moet dat juist. Dus ik ga praten. Let op. Camera loopt. Hey, hallo, welkom. Mijn naam is Johan. Oh, ik ga even mijn bril laten verdwijnen. De schud. Nu vindt de magie plaats. Ik mag niet meer verplaatsen met deze iPad. Die moet precies op dezelfde plek blijven. Ik ga dit eruit knippen. Ja? Ik ga nu nog een keer schudden. En dan heb ik geen bril meer. Zo, kijk. En nu is mijn bril weg. Nou, hoe doe je dat? Ik stop de opname. Nu heb ik dit in één take gedaan. Nu gaat het erom dat ik ga knippen. Nu open ik in mijn geval iMovie. En in iMovie ga ik met een nieuw project film. En dan druk ik op dit filmpje die ik net gemaakt heb. En dan maak ik de film. Dan staat hij in mijn tijdlijn. Ja? Nou, als ik die tijdlijn even doorga, dan moet ik dus naar het plekje toe gaan waar ik ga schudden. Ik ga even afspelen. Hey, hallo, welkom. Mijn naam is Johan. Oh, ik ga even mijn bril laten verdwijnen. Dan ga ik wazig worden. En dat is het momentje dat ik meteen moet knippen. Zodra ik snel wazig ben, daar naar het plafond toe. Daar doe ik een knip. Ik tik hem aan. Ik druk op acties. Splits. Dan ga ik door. Dit is de verandering. Dat mag je dus niet zien. Dat knip ik daar allemaal weg. Ik ga weer schudden. En het laatste moment weer hoog boven. Kijk, daar ben ik weer wazig. Daar stop ik en daar splits ik. Dit tussenstukje, dit mag je niet zien. Die knip ik weg. En als het goed is... Hey, hallo, welkom. Mijn naam is Johan. Oh, ik ga even mijn bril laten verdwijnen. Zo, kijk, en nu is mijn bril weg. Nou, hoe doe je dat? En zo maak ik dus een in-camera transitie. Dan zijn we nu aangekomen om dit in CapCut te doen. Want niet iedereen heeft iMovie. Nou, we openen CapCut. Kan zijn dat er wat reclame komt. Die moet je dan even wegdrukken. Skip. En dan gaan we naar Edit. Edit. Linksonder. Plus. Nieuw projectje. We tikken de video weer aan. En ik druk op toevoegen onder en rechts of Add. In het Engels is die bij mij ingesteld. Nou, ik ga gelijk naar het moment dat ik wazig word, want ik ken het materiaal nog een beetje. Daar word ik wazig, naar boven toe. Tik ik hem aan en dan zie je onderin split. Check. Nou, nu ga ik naar het einde, bla 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 bla. Helemaal naar het einde waar ik weer wazig word en hier ben ik weer terug. Dus daar is het wazige effect. Die verbloemt het. Ik tik hem aan, hij wordt wit. Ik druk op split en middenin, zoom even in, uit. Dit middenstukje mag je niet zien. En daar ga ik naar de prullenbak. Delete. En ook hier gaat het effect niet lopen. Hey, hallo, welkom. Mijn naam is Johan. Oh, ik ga even mijn bril laten verdwijnen. Zo, kijk, en nu is mijn bril weg. Nou, hoe doe je dat? En zo werkt het ook met CapCut. Heel veel succes en laat de dingen maar eens verdwijnen.